De verkeerspolitie rijdt op de A27 bij Utrecht richting het noorden. Oeh, er komt een invordering aan. Een auto komt hard aanrijden en haalt de politie in. Het gaat om een Audi S3 met ruim 300 pk. Je mag hier maximaal 100, maar dat vindt de bestuurder blijkbaar veel te langzaam. De snelheidsmeting loopt. Ja, snelheid is 145 ongeveer. In de 100, Audi S3, oude model. Maar dan? Oh, er komt er eentje inlopen bij mij. Een collega die in de buurt is, wordt ingeseind. Zit jij al in de lus na de 28? Ja, ik ga gewoon de 28 volgen. Ja, doe maar, want er komt er nu eentje bij mij overheen terwijl ik 165 ga. Ondertussen komt de snelheidsmeting van de Audi uit op een gemiddelde van 142. Dat betekent een heel vette boete. De andere auto haalt de politie dan in. Dat gaat ook om een Audi, maar dan een A6. Ook op deze auto wordt een snelheidsmeting gestart. De tweede Audi haalt dan de eerste in. De verkeerspolitie besluit achter de tweede Audi aan te gaan. Gevraagd wordt of de collega de eerste Audi, de S3, aan de kant wil zetten. Ik heb hem nu lopen op een andere Audi, die moet ik even gaan afsluiten, want we gaan zo de 100 uit. De tweede Audi, de A6, wordt afgeklokt op een gemiddelde van 156. Gecorrigeerd is dat 51 te hard. De A6 wordt aan de kant gezet op de carpoolplaats in Soesterberg. De bestuurder verklaart dat hij dacht dat hij 130 mocht. De politie vordert het rijbewijs van de beginnend bestuurder in. De S3 wordt verderop door de collega aan de kant gezet in Maren. De bestuurder krijgt een boete voor de snelheid. De man verklaart dat hij snel naar huis wilde, omdat hij vroeg op moet. Hij vindt het dom van zichzelf en daar heeft de politie niets aan toe te voegen.